Goedemorgen. Vandaag zijn we aan het Veluwemeer en we zijn te gast bij de roofvislegende Luc Koppers. Luc Koppers, meervoudig Europees kampioen wedstrijdvis op roofvis, samen met zijn maat Jeremy Staverman. En Luc is werkzaam, zoals de meesten van jullie wel weten, voor Westin. En Westin is het merk wat op dit moment Europa aan het veroveren is met hun grote diversiteit aan kunstaars. Waar het onder andere mee begon is de beruchte Westin Swim. En dit is het laatste nieuwtje van Westin, Danny de Duck. Luc zal er ons alles over gaan vertellen terwijl we lekker gaan vissen. En tekst en uitleg zal hij geven, dus ik ben razend benieuwd wat het wordt. We hopen dat hij snel komt. Vissen vandaag, ik heb er zin in. Ik ook, zeker weten. Hartstikke tof dat ik de gast mag zijn bij jou aan boord vandaag. Ik ben erg benieuwd wat we gaan beleven. Wat is in eerste instantie de bedoeling? Waar ga je op af? We gaan lekker vissen op het Veluwemeer. En zoals je ziet, Veluwemeer is een enorm groot water. Als je hier als beginner staat, dan denk je van wow, wat krijgen we hier? Maar eigenlijk is het te herleiden tot misschien maar 10 tot 20% goed viswater. Want waar we nu varen bijvoorbeeld, je kan zien de kant is hier nu al dik 150 meter weg van ons. Wel 300-400 meter ja. Van de kant weg is het maar een meter diep. Kijk eens op de bodem hier. En straks komen we op in de buurt van de vaargul, zeg maar. Dan gaat hij van 1 meter naar 3 meter. En daar gaan we de randjes zoeken. We gaan zoeken naar planten, fonteinkruid. Je hebt fonteinkruid, puur fonteinkruid. Je hebt ook fonteinkruid met gras in. Ja. Dat gras is niet goed, want het blijft heel veel aan je kunstzaal hangen. We gaan zoeken naar plekken fonteinkruid waar het niet te dicht op elkaar staat. Daar gaan we voornamelijk gooien. Werpend vissen is toch mijn favoriete stijl van vissen, zeg maar. Ook, vandaar dat we ook een Polaroid bril op hebben. Dat is echt noodzakelijk. Mm-hmm. Dat is niet voor de show. Ja. En het is ook spectaculair. Je krijgt volgers, je krijgt vissen die achter je kunstzaal komen. Soms moet je echt versnellen, verstoppen. Je ziet ze pakken. Ja, dat is echt heel spectaculair. Mooi. Ik kijk ernaar uit. Ik ook.
Kijk, dit is een mooie stek Fretlin. Daar is het meter of 4. Loopt die op 3,5. Gaat die naar 2,5. Naar 2 meter. En op die 2 meter staat veel planten, tuinkruid en alles. En het staat niet te dik hier. Er is ook nog genoeg ruimte tussen de planten en tussen het wateroppervlak. Deze strook gaan we bevissen. Okay. En ik ga proberen de boot op 3 meter te houden. En dan gooien we net op de rand van de plantjes, zeg maar. Oké, okay. Wat ga je mee vissen, Luc, dan in zo'n geval? Hier op Veluwemeer is een spinnenbeet een supergoed kunstaas. Ik zal er hem even bij pakken, die met de rode plat. Deze? Deze bijvoorbeeld, ja. Er zit een hele dikke bugtail op. Dus een rood blad vis ik graag mee. Dat maakt heel veel turbulentie. Als je goed kijkt, bij veel spinnenbeets zit die ijzerdraad rondgewikkeld. Heb hier een soort ribbel. Ja. Wij hebben ze dicht gelast. Okay. En er blijft er geen wier achter hangen. Met die spinnenbeet heb je twee enkele haken die naar boven staan. Die kan je mooi door het wier vissen, zeg maar. Dit is een top kunstgas voor hier tussen de planten te vissen op de Veluwemeer. Oké. Okay. Ja. Qua gewicht? Deze is 56 gram. Mm-hmm. De naam is de Monster Vibe. Er zit een willowblad op. Je hebt er ook met een coloradoblad. Dat is een klein bollig blad. Maar die gaan trager. Deze kan je vrij snel vissen. En ik heb ervaren hier dat het toch wel vrij snel mag gebeuren. Ja. Supergoed kunstgas. Ik zou zeggen, we gaan alle twee met verschillend kunstgas vissen. Jij bijvoorbeeld met de spinnenbeet. Waarschijnlijk gaat hier de eerste vis opgevangen worden. Dus geeft hij me dan aan jou de eer. Dankjewel. Voor die spinnenbeet gebruik ik graag een hengel met een beetje pittige actie. Dit is een van mijn favoriete hengels. Dit is de PowerShed 60 tot 180 gram. Lijkt veel, maar het is een hengel met een mooie topactie. Ook met een snoekie van 60, 70 centimeter heb je hier nog een goede sport aan. Een goede stevige rail erop. Met een 50 pond lijn. Heel veel mensen gebruiken veel te dunne gevlochten lijn. Als er dan een klein probleem is, dat je even hapert en je gooit op bruik, dan is het patch en je lijn is af. Precies. Ik gebruik graag een 50 pond gevlochten lijn. Oké, okay, ik zie dat je je lieder vastgeknoopt hebt op de hoofdlijn. Ja. We vissen met een fluocarbon onderlijn hier. Het water is vrij helder. Als ik fluocarbon gebruik voor snoek, gebruik ik minimaal een millimeter. Dit is 1,1 millimeter. Belangrijk is dat je, als je fluocarbon koopt, kijkt of dat die mooi transparant is. Wat ik zie soms binnen hetzelfde merk, de ene rol die ziet er wel wat melkwit uit en de andere is mooi transparant. Ik kijk altijd naar de mooie transparante. Okay. Daarvoor gebruik je fluocarbon. Precies. Een dikke staaldraad ziet de snoek beter in helder water. Dus en op het eind een goede stevige wartel. En verder is geen overtollige materiaal eraan, zie ik wel. Ik doe geen wartel hier. Die knoop ik erop met een Albright knoop. Kan ik ook wel eens laten zien als je dat wil vandaag. En op die knoop doe ik dikwijls een klein beetje secondenlijn. Dan kan die niet loskomen, zeg maar. Ja. Precies. Niet te lang, want als je kan een lange fluocarbon onderlijn gebruiken, maar dan gaat die knoop altijd door de ogen. Dus ik gebruik hier in dit geval een centimeter of 40. Precies, ook voor het werpgemak. Ja. Ja. Mooi kurk, handvat, dat bevalt me wel, moet ik zeggen. Dus, ja, dit is een pittige hengel, dit is een PowerShed tot 180 gram. Super voor met spinnenbeetjes vissen. Een goede stevige rail erop, dus hier gaat het mee gebeuren. Daar mag jij mee vissen. Dit is mijn favoriete hengel, maar jij mag hem gebruiken vandaag. Het is meneer. Ja? Dit is mijn favoriete hengel ook voor iets slechter. Dit is de Powercast van de W8 serie. Die is 40 tot 130 gram. Ik gebruik heel graag een platypus. Dit is niet de zinkende versie. We hebben een zinkende versie. We hebben een langzaam drijvende versie. Die langzaam drijvende versie die is, als je zeg maar stopt met draaien, bijna suspending. Okay. Daar hou ik wel van. Deze is ook al fel gebruikt. Daar heb ik al een hele mooie vissen opgevangen. Wat ik heel graag doe is uitgooien, een meter of twee draaien, even stop, een meter of twee draaien, stop en heel veel variëren met mijn snelheid. Dat is voor mij heel belangrijk. Ja. Ja. Ja.
Heel veel mensen gooien uit en draaien in één tempo binnen. Ik doe heel veel uitgooien, meter of twee draaien, stop. Een beetje sneller draaien, stop. Echt variëren. En dan is dat toch een andere aanbieding dan bijvoorbeeld mensen die aan het trollen zijn. Want als je aan het trollen bent, dan doe je aan één lijn continu dezelfde snelheid. En die vissen hebben het echt wel door. Zeker op dit soort water, waar heel veel gevist wordt, moet je toch weer andere dingen proberen. Je moet de vis echt in verleiding brengen om te trappen. Ja. Oké. Okay. Meneer, volgen ze meestal de aanbeten met het versnellen of met het stoppen? Of met het... Daarom gebruiken we ook onze Polaroid. Mm-hmm. Je ziet gewoon veel dieper in het water. En soms zie je die vissen komen. Als ze komen, wat ik meestal doe, is even stoppen. Als je ziet pakken, wacht ik niet tot ik de aanbeet voel. Sla ik gelijk. Soms stoppen ze, moet je even versnellen. Dan moet je een beetje aanvullen op dat moment zelf. Maar dat is het mooie van weg te vissen. Het spectaculaire, het visuele. Ja. Dat is mooi. Mooi. Helder water gebruik ik heel graag natuurlijke kleuren. Dit is de snoekkleur. We hebben ook een baarskleur, we hebben ook een vaaietaaier. Is het water troebel, gebruik ik graag felle kleuren. Is het water helder, gebruik ik graag natuurlijke kleuren. Precies. Dat is een beetje een vaste regel. Ja. Hoeft niet altijd zo te zijn, maar in de regel is dat wel verstandig. Soort zoekt soort. Soort zoekt soort, ja. Snoek maar graag snoek. Op zo'n platypus 16 centimeter zitten twee oogjes. Dit oogje loopt die ongeveer een 2 meter diep, werpend misschien 1,5. Als je zegt van ik wil hem heel ondiep vissen en heel traag, dan kan je dat verste oogje gebruiken. Loopt hij maar een goede 0,5 meter diep. Okay. Dat is ideaal voor een depolder. Dit is eigenlijk een kunsthaas, zowel voor de bootvisser interessant, als voor de kantvisser interessant. We hebben die in verschillende maten. Het begint bij 10 centimeter, 16, 19, 22. Dit maatje 16 centimeter kan je heel veel mee doen. Ja. Mooi. Ja, ik ken ze in de baarsversie en het zijn echt super aasjes. Dat kan ik beamen. Ja. Blijft de beweging hetzelfde indien je zeg maar, van het oogje verwisselt of gaat hij dan toch wat harder bewegen? Als je het voorste oogje pakt, het ondiepe oogje zeg maar, dan gaat hij nog veel meer rollen. Ja, dan kan je hem ook niet zo snel vissen. Dan kan je hem echt heel traag vissen in de winter, dodelijk. Ja. Ja. Dit is niet zo bekend in Nederland, maar in Zweden en Scandinavië is dit de nummer 1 van het kunsthaas. Mooi. We gaan eens proberen. Is op de grote water, niet normaal. Nu zit hij vast in de planten. Maar het blijft gaan. Zit er nog altijd op. Ik moet echt veel druk zetten nu, want ik zit in de waterplanten. Nu zit hij in de planten, maar de vis zit er nog op. Ik denk dat we deze moeten scheppen, Franklin. Okay. Omdat er zoveel waterplanten bij zitten. Oh. Jim, kom daar. Ja. Oh, oh, kom. Hij wil nog niet.
heel veel waterplanten bij. Mooie beelden. Ja. Ja, zeker. Eerst eens binnen. Fantastisch. Het was even een taai begin. Een snoep met veel waterplanten. Dit is echt de water. De Monster Vibe is geprobeerd. Ja, deze moesten we even scheppen. Deze moesten we even scheppen, een prachtige vis. Het is gelijk een knappe, Luc. Goeie, hè? Ja, zeker. Volop waterplanten, dat is mooi. Sterk dat hij was, sterk! Het is een flinke dame, hoor. Los? Ja. Ik was van de haken. Dit is echt de plantensnoek. Ja, dat ging mooi, man. Mooi, hè? Mooi aanbeet. Prachtige vis. De Monster Vibe spinnenbeet. Super mooi aanbeet. Sterk tot en met. Ze zijn op zijn sterkst nu in deze tijd van het jaar. Het is juli, maar de watertemperatuur is 19 graden en dan zijn ze echt in topconditie. Echt tussen de planten vandaan? Ja, echt tussen de planten, ja. Ja. Ook goed om te zien dat je ook in de planten gewoon die vis er nog uit kunt krijgen. Ja, ja, ja. Deze zat echt volop in de planten en ik denk, ja, we moesten hem wel scheppen, want er zat misschien wel 10 kilo bier aan. Maar niet panikeren is de boodschap. En een goede partner, die schept. Rustig blijven, dat is het beste. Ik had dat niet zo lang verwacht. Ik dacht meter 3, meter 4, maar dat is toch langer dat ik dacht. Altijd even ondersteunen die vis. Totdat hij uit zijn eigen kracht terug begint te zwemmen, zie je. Zo, vreemd leuk. Kikker. Dat is eerst dat het op de vast had. Dat is een mooie vis, hè? Ja, die is spectaculair. Ik zag hem de eerste keer draaien erachter. Oh, ja, dus kijk eens in. Het is net de bodem, de naambeet, de helemaal bankenfunctie en jij mag gelijk de bodem. Zit goed doen. Zo, poeh. Ook met de spinnenbeet varieer ik veel wat snelheid. Beetje sneller, beetje trager. Iets even een rukje doen dat hij heel even stilvalt. Er zijn toch dikwijls momenten. En zeker als hij aan de boot komt, laat ik hem heel rustig de laatste 2-3 meter onder water. Sommige aanbeten zijn super agressief, andere voel je amper alsof dat hij vastloopt, zeg maar. Heel net, allebei daar. Hier gepakt, kan je zien. Dat
Kijk. En lekker ziet. Als je platte voelt, gewoon echt een ruk geven. Dan sla je de platte eraf en gewoon rustig en draaien. We zijn nu op een stuk aangekomen dat het water duidelijk helderder is. Ja. Dat is meestal goed. Ik heb ook wel het idee dat die planten het water filteren. Ja, ik ben ook wel achter dat je echt zonder zonnebril ben je wel hopeloos. Hopeloos inderdaad. Maar wel een Polaroid, hè? Dat is wel belangrijk. Ik heb planten op het moment. Kijk. Weer een mooie. Gewoon een enkele haak. Shetty is 16 centimeter. Doodkop van 20 gram. Bier vrijgemaakt. Weer een mooi stoekje van 60, 70 centimeter. Pak nog eens weer uit. Daar gaat hij weer. Hoe ik een shed is, bij 60 centimeter, bier vrijmaak. Dat is wel belangrijk. Kijk. Ik heb in dit geval een loodkop met een splittering. Enkele haak. Ik heb twee stukjes fluorocarbon van 1 mm. Die steek ik gewoon in de shed. Op deze manier. Prik ik er gewoon in als het ware. Die beschermende haak. Zie je? Om tussen het wier te vissen. Dit is echt een uniek, simpel, goedkoop systeem. Als je planten hebt, de planten gaan er gewoon langs. Als je snoek pakt, die bijt echt met zijn volle geweld. En dan krijg je toch een aanbeet, sla je gewoon die haak door die fluorocarbon. Een beetje uit elkaar. Prachtig systeem. Niemand weet dit in Nederland. Dit is uniek. Dit kan je doen op een shetty van 16 centimeter, maar ook op een van 22 centimeter. Rustig vissen, ook weer variëren met de snelheid. Ingooien, metertje laten zakken, meter of 2-3 draaien, even stop, weer een beetje draaien, aanbeten en aanslaan. Super mooi aanbeten. Mijn shet was net boven de planten gezakt, gelijk boom, erop. Is niet super groot, maar het plezier is er niet minder om. Het speciale systeem met de... Het wiervrije shed-systeem. Top, 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 top. Echt super mooi aanbeet. Ze zijn niet groot, maar ze zijn heel dapper. Oeh, die is weg. Kijk. Eén stukje fluorocarbon is eruit gekomen. Is heel simpel er terug in te prikken. Zo. Ze doen het. Ze doen het. Een paars motief in helder water. Supergoed. Dus dit is de Crystal Perch. Echt een heel goede kleur voor deze kleur van het water. Als het water iets troebeler is, pak ik andere kleuren, maar dit is een super goede kleur. Oké. Okay. Nou, een mooie snoek. De Royal Bite. Relatief nieuw aas, vertelde Luc juist. En ik moet zeggen, die bevalt meteen al heel erg goed. Ook weer een snoekkleur. Snoekkleur doet het enorm goed op het moment. Helder water, zoals ik altijd al zei. Snoeken lust graag snoek. Deze ook. Deze ook. De rouwbaardje 15 centimeter zit een enorme ratel in. Kou ook weer goed vissen, werp het, trollend, jerkend. Vanaf de kant vanuit de boot, je ziet het. Dit is het bewijs. Toppie. Mooie snoek. We zetten hem terug. Nou, dan mag je weer.
Luc, we hebben nu een tijdje gegooid met de spinnerbaits. En ik zie nu deze plug eraan knopen. Kun je daar misschien iets meer over vertellen, waarom dat je deze gebruikt? Ja, kijk, met spinnerbaits vissen we meer tussen de planten, in de planten. Een spinnerbait heeft twee enkele haken en pak je veel minder planten. Maar nu gaan we een beetje buiten de planten vissen. Het is ook later op de dag, de zon schijnt. Ik denk dat de vissen nu iets afzakken. Ik denk dat ze nu op een meter of 3-4 gaan liggen. En deze pluggen die lopen werpend, 2,5 meter ongeveer. Trollend gaan ze tot 3,5 meter. Dit is de rawbite van 15 centimeter. We hebben ze ook in 11 centimeter. Voor de kantvisser, vanuit de boot kan ook. Dus hier zit een ratel in. Die hoor je goed. Dus die maakt heel veel trilling met zijn lijf. Heeft een wijd uitslaande actie deze plug. Ze horen hem als het ware aankomen. Die snoek die hoort hem aankomen, die staat op scherp. En dan ziet hij hem. Ja, hij kan maar één ding doen. Het is een pakken. Ja. Dus er zit ook een kogel in, die naar onder valt, zodanig dat de plug in de lucht niet gaat draaien. Ah, oké. Dat is echt voor de worp. Voor de worp, ja. Dus vanaf het moment dat hij in het water komt en je zou één keer trekken, valt die kogel in zijn buik en blijft hij mooi horizontaal hangen. Als ik hem zo in het water laat vallen, zo, dan blijft hij echt zo hangen. Maar je begint toch te draaien, dan valt die kogel naar zijn buik. Dat is een castingbal, noemen ze dat. Ah, oké. Dus het is een hele mooie plug voor Nederland. Daar kan je echt alles mee doen. Je kan ermee gooien, je kan ermee jerken. Je hebt een super goede plug voor trollen. Dat gaan we straks ook even doen. Trollen is niet mijn manier van vissen. Ik doe liever werpen, maar goed. Af en toe doe je toch een stukje trollen om te verkennen of zo. Sommige mensen trollen de hele dag. Dus maakt niet uit. Wat voor combinatie maak je dan met wat voor engel gebruik je zeg maar, voor deze plug? Deze zit 15 centimeter. Wat een heel mooie hengel is de W3-serie. De W3-serie van Westin, daar begint het bij. We hebben W3, W4, W6, W8, steeds duurder, meer carbon. Deze W3-hengel is een powercast, 40 tot 130 gram, 8 voet. Ideaal om te werpen en om te trollen. En dat is een gunstige prijskasse, die hengels zitten rond de €130 geloof ik. Dus en ja, tweedelig, makkelijk transporten. Supermooie actie. Ook als je een snoek drop hebt van bij wijze van spreken van 80 centimeter heb je nog sport. Ik heb niet graag zo'n pook die alleen maar even bibbert als je er een vis op hebt. Ja, precies. Mooie actievolle hengel. Mooie actie, ja. En toch voldoende ruggengraat om die haak te zetten. Want als je een aanbeet krijgt, moet je echt die haak zetten. Want de snoek die pakt die plug. Die bijt erop met al zijn tanden en je moet toch die plug nog bewegen in de bek om die haken te laten penetreren. Oké. De beet is er een beetje uit, dus gewoon even trollen, kijken wat er gebeurt. Trollen doe ik heel graag met die rawbite. Heel veel actie in die plug, die loopt ongeveer 3,5 meter diep. En we gaan een metertje of 4 aanhouden en kijken wat er iets gebeurt. Ondertussen kijken we op de structurescan, dat er mooie structuren zijn. Dan kunnen we gelijk een beetje het water verkennen. Wat belangrijk is, ja sorry. Hoe ver vis je de plug achter de boot? Je plukt de vis ongeveer 20, 25 meter achter de boot. Stel dat je een vaste diepte aan het trollen bent, 4 meter zeg maar, en je voelt dat je plug af en toe tegen de bodem komt, dan draai je gewoon een meter of 2, 3 binnen en dan weet je van ik vis een halve meter boven de bodem. Een klein stukje trollen en uiteindelijk hier nog een aanbeet. Wacht even voorlangs. Die rouwbuit doet het wel, hè? Frank doet het goed, zeker. Het is echt de plug die super is om te trollen. Mooi, 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 mooi.
trollen met drawbite tegen 3,5 per uur op 3,5 meter. Een ander mooi stukje kunststaas is de Monster Tees. We hebben twee varianten, de 22 cm en de 20 cm. Duidelijk verschil. Heel goed kunststaas om te gooien, om te werpen tussen de planten op het diepere water. Je kan variëren met loodkoppen. Deze zit er 10 gram op, hier zit er 15 gram op. Maar je kan er ook 50 gram loodkop op zetten om te trollen, om te werpen. Je kan er gewoon diep mee vissen, op 1 meter, 2 meter, maar ook op 6, 7, 8 meter. Dat hangt een beetje vanaf hoeveel lood dat je ervoor zet. Hier hebben we gebruik gemaakt van onze zogezegde screw-in loodkoppen. Die draai je erin. En dan heb ik in de ring van de loodkop, zoals je hier ziet, heb ik een splitter ingestoken. En dan heb ik met een soort van ankertjes, even goed laten zien. Een soort van ankertjes steek ik gewoon in het rubber. Dat de dreggen loshangen. Als je een dreg los laat hangen, dan heb je drie haakpunten die kunnen haken. Steek het er zo in, dan komt het er zo uit te zien. Eigenlijk is het een grote paling. Gewoon stevig rubber, soepel, grote staart. Zeer effectief. Zo, we hebben net een mooie actie gehad. Ik denk dat we iets van een 6 of 7 stoeken gevangen hebben. En ook een paar volgers, een paar aanbeten gehad. Maar nu is het iets later in de namiddag. En de beet is eruit, dat voelen we. Dus we gaan even een stuk trollen. Kijken of voor een ander stuk water te vinden waar de planten staan. Of op een mooie diepte en zo. En we kunnen wel snel nog intervaren, maar we hebben gewoon besloten voor even een half uurtje te trollen die richting uit. En kijken wat er gebeurt. En we komen vanzelf wel vis tegen. En dan gaan we terug verder op de perpen vissen. Net een heel stuk gevaren. Saaie bodem, saaie bodem, saaie bodem. En hier komt er heel veel structuur in de bodem. En hier zie ik weer mooie plantenbedden staan. Vlak tegen diep water. En hier moeten we even proberen. Want ik wil een 200 meter proberen hier. Of dat deze stek productief is of niet. Maar ik heb een vermoeden van wel. We gaan proberen. Zoals je hier ziet, de diepte is 2,5 meter. Het is ideaal. En je ziet die pieken, zeg maar. Het is allemaal planten. Dat is eigenlijk een mooie diepte, een diepte van 2,5 meter. En als je iets naar buiten gaat, wordt het nog dieper. Daar houdt Snoek zijn eigen graag op. Dit is de navionicskaart. En aan de navionicskaart kan je ook zien dat er hier meer structuur zit dan op de overkant, zeg maar. Daar baseer ik me op stukken met veel structuur. En een diepte van 2,5 meter met pieken met veel waterplanten. Waar toch nog ruimte tussen is, dat die vis kan zwemmen en azen, zeg maar. Nou, dan gaan we Danny ook nog eventjes zwemles geven. Wie weet levert hij ook iets op. Hele mooie aanbeet, hele mooie aanbeet. Dit is best gevaarlijk om met de hand te pakken, dus zo'n vis pak ik liever in zijn nek dan in de kiewgreep, omdat hij eigenlijk te klein is om met de kiewgreep te pakken. Net uit een klein snoekie. Toch wel bijzonder. Dit is wel bewijs dat Snoek snoek eet. Hè? Lekker terugzetten. Maar,
Dat is wel mooi. Dit is een kleine Mike de Pike. Dit spuwt niet uit, die vis. Hier heb ik al zoveel vis opgevangen. Die is echt top. 12 centimeter, sinking swim. Mooie ratel in. Ik denk, hoe lang ben je ermee aan het vissen? 5 minuten? Spectaculaire aanbeet. Echt, ik zag die vis. Wop, die pakte dat ding. Ongelooflijk. We hebben echt een topdag. Ik denk, dit is waarschijnlijk vis nummer 10 of 11. Het is ongelooflijk. En een beauty. Let eens op. 94, 95. 4,95 zomersnoek. Mooi. Gaat goed vandaag. Super. 1,8 meter. Het is fantastisch. 91 en dan deze 94. En nog een hele reeks van 70 tot 75 centimeter. Ja. En zou zeggen, top. Ongelooflijke reeks verschillende soorten kunstenaars. Dat is perfect. Hij zit terug, Luc. Ja. Ja? Ja, dat zijn dan de andere problemen met zo'n stukje kunstaas. Als ze gretig worden genomen, dan kun je soms een kleine kwetsuur overhouden, maar het is meer een trofee.
Zo, we hadden iets van een 10 snoeken vandaag in de boot. En we hebben net een collectie gedaan van het kunstgras dat we gebruikt hebben. Om te beginnen, dit is de Monster Bite. De Spinnerbait Monster Bite. Met rubber skirt en een rubber tail. Rubber staart. Deze zit het voornamelijk heel goed tussen de planten. Dan hadden we de Rauwbite. De Rauwbite van 15 cm. Doet het super goed hier op het Veluwemeer trollend. Maar je kan er ook mee werpen. Zeer goede plug. Ik heb best redelijk veel gevist met de platypus. Platypus ook weer in de snoekleur. Leuke vis opgevangen. Mooie aanbeten gehad. De Westin Swim. Een van mijn grote favorieten. Franklin had een hele mooie vis erop. We hebben er maar heel kort mee gevist, maar heel snel succes. Dit is echt een topper voor zowel vanuit de boot als vanaf de kant. Met deze geef ik 100% vangstgarantie. En natuurlijk de Shetties. De Shetties, deze in het formaat 16 cm. Altijd goed. Een loodkop erop van 10 gram, 15 gram, enkele haak. Als er geen wier staat, kan je er een treble bij doen, een stinger zeg maar. Super goede shits. Deze is volledig opgebruikt vandaag, zoals je ziet. Die mag op rust. Nou, we zijn net terug van een echt werkelijk grandioze dag. Het was echt super op het water. We hebben er heerlijk van genoten. Het was perfect weer. We hebben iets van 10 snoeken aan boord gehad. Waarvan 1,8 meter voor Luc. Er zijn nog 2,90 aan boord gekomen. Een aantal mooie kleinere vissen. We hebben gevangen op allerlei soorten kunstaas. Dus ik denk dat we mogen spreken van een geslaagde dag. Wat denk jij, Luc? Zeker weten. Als je 10 snoeken vangt op groot water zoals hier, is gewoon een super dag. En ja, meer kan je niet wensen. Droog weer. Lekker weer, niet te veel wind, niet te weinig. En mooie aanbeten, meeste werpend, toch mijn favoriete manier. Ja, top. Het was een groot succes. Zeker weten. Dankjewel. Zeker weten. Dankjewel.